Yes, we hebben vandaag weer een Q&A. Er zijn een heleboel interessante vragen ingestuurd door onze volgers op Instagram... en die gaan we stuk voor stuk behandelen. We zullen onderwerpen bespreken als de ideale warming-up voor een ijzersterke trainingssessie. We gaan het hebben over het compenseren van calorieën voor een afgetraind lichaam... en hoe je omgaat met lage energie uh, bij het uh, droogtrainen, vet verliezen of afvallen. Uh, en nog veel meer. Ik heb er heel veel zin in. Uh, ik denk dat het een heleboel leerzame vragen zijn. Als jij fitter wilt worden, sterker wilt worden, dan is deze podcast zeker wat voor jou. Uh, daar gaan we. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we IJzersterk. Alright, we beginnen met de eerste vraag van Desmond. Hij vraagt, uh, wat voor trainingssplit raad je aan als je drie of vier dagen kan trainen, maar alleen op één volgende dagen? Nou, de vraag is eventjes of dit elke week zo is of dat het één week zo is. Dus als het af en toe gebeurt dat je door uh, nou, je werkrooster of door verantwoordelijkheden uh, niet je training kunt verspreiden over de week, maar bijvoorbeeld alleen op vrijdag, zaterdag en zondag uh, kunt trainen. Nou, als dat één... Uh, uh, ...een keertje gebeurt... ...dan zou ik mijn trainingsschema... ...daar niet op aanpassen en gewoon doen... ...wat je altijd doet. Um, is het elke week... ...het geval dat je bijvoorbeeld... ...alleen vrijdag, zaterdag, zondag... ...of donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... ...kan trainen, nou, dan wil je misschien... ...wel even rekening houden of gaan... Um, ...ervaren... ...en meten of je goed kan... ...herstellen tussen die sessies door... Er de eerste uh, overtuiging dat je altijd een dag rust moet hebben voordat je dezelfde spiergroep nog een keer traint. Uh, maar dit is uh, niet per se het geval. Er zijn mensen die fantastische progressie boeken, uh, die zes dagen in de week full body trainen. Dus die bijvoorbeeld elke dag elke spiergroep trainen. En dan denk je misschien, huh, maar hoe kunnen ze het dan herstellen? Nou, dat hangt heel erg vanaf nou, wat voor niveau je hebt en hoe je die training inricht. Dus als jij bijvoorbeeld 12 sets voor een spiergroep doet in één sessie, nou, dan zul je daar minder snel van herstellen dan wanneer je maar twee of drie of misschien vier sets doet uh, voor een spiergroep in één sessie. Um, nou, lang verhaal kort. Uh, ik zou vooral kijken naar: is het elke week zo? Nou, dan wil je er misschien wel rekening mee houden. En uh, ik zou vooral kijken naar hoeveel uh, sets wil je vooral. Uh, uh, in totaal doen per spiergroep Dat wordt een beetje een technisch verhaal, maar als je bijvoorbeeld 12 sets wilt doen voor je borstspier, dan kun je bijvoorbeeld op vrijdag en op zondag 6 sets doen, of je doet alleen op vrijdag 12 sets en dan de volgende week weer. Ideaal is het niet om altijd drie dagen te trainen en dan weer vier dagen te rusten, maar je kunt veel beter het maximaal uit die drie dagen halen en gewoon roeien met de riemen die je hebt. Uh, dus ik zou gewoon kijken, hey, hoe kan ik uh, nog goed herstellen tussen de trainingen? En dat zie je vooral aan of je uh, progressie boekt van sessie tot sessie. Dus kan je elke week wat gewicht, wat reps toevoegen? En dan, dan kan je waarschijnlijk prima herstellen van wat je doet. En dan hoeft er niks te veranderen. Oké, okay. uh, de tweede vraag is van Bob van Leeuwen. Uh, hij, vertel, hij vraagt, uh, je vertelde in je podcast, gaat om de vorige podcast denk ik, of twee terug. Uh, uh, je vertelde in je podcast dat je calorieën kan compenseren. Kan je ook eiwitten compenseren? Nou, het concept calorieën compenseren houdt in dat als jij de ene dag of het ene moment wat meer calorieën wilt eten, dat je het andere moment wat minder calorieën eet, zodat onderaan de streep de gemiddelde inname nog steeds hetzelfde is. Dus stel je voor jij wilt droog trainen en daarvoor. Uh, eet jij 2000 calorieën op een dag. En want je weet dat je met die hoeveelheid calorieën afvalt... of vet verliest of droog traint, et nou, Dan kun je dus calorieën compenseren. Stel je voor je wilt op zaterdag 2500 calorieën um, eten of drinken. Nou, dan kun jij op donderdag en vrijdag bijvoorbeeld 1750 eten of drinken. En op die manier... Heb je dan donderdag en vrijdag 500 calorieën in totaal opgespaard? En dan kun je die op zaterdag extra uitgeven. Zo kan je het met elkaar compenseren en meer flexibiliteit creëren in je voeding. Met de eiwitten zou ik dat niet op verschillende dagen doen. Dus ik zou niet, als jij bijvoorbeeld 100 gram eiwit wilt eten op een dag, de ene dag 50 en de andere dag 150 doen. Ik zou wel proberen om elke dag circa. Uh, of in de buurt van jouw eiwit-target te zitten. Weet je niet wat je ei eiwit-target is? Um, dan raad ik aan ongeveer 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag te eten. Dus ben je 100 kilo, dan doe je 100 keer 1,6, is dus 160 gram eiwit per dag. Ben je 50 kilo, dan is het 50 keer 1,6, is 80 gram eiwit per dag. Dan ga ik hem nog één keer doen. Uh, ben je, weeg je 80 kilo? 80 keer 1,6 is 128 gram eiwit per dag. Dus die target wil je even uitrekenen voor jezelf en proberen om elke dag daar in de buurt te komen. In een ideale wereld verspreid je deze inname over drie of vier maaltijdmomenten op een dag. Dus dan heb je bijvoorbeeld voor het ontbijt ongeveer een derde, voor de lunch ongeveer een derde en het diner ongeveer een derde van die inname. Maar. Het is veel belangrijker dat je dat totale, totale target binnenkrijgt dan dat je het verspreidt over de dag. Dus weet je bijvoorbeeld dat je s'avonds bij je tante gaat eten en dat ze soep gaat maken en dat je waarschijnlijk weinig eiwitten binnenkrijgt. Nou, eet dan wel wat meer eiwitten voor het ontbijt of de lunch. En in die zin kan je dus wel een beetje compenseren. Ik zou het niet van dag tot dag doen, maar op de dag zelf kan dat prima. Oké, okay, de volgende vraag is van Fairworks. Um, die vraagt: Hey, ik zie mensen een pull-up doen als warming up, maar uh, ik ben 95 kilo. Is dit een goed idee? Nou, um, een pull-up is ook voor mensen die uh, geen 95 kilo wegen vaak gewoon een hele zware oefening. Uh, de meeste mensen, voor de meeste mensen zal een pull-up te zwaar zijn om een goede warming up oefening te zijn. Uh, de de warming-up oefeningen zijn er namelijk voor om: één, nou, de gewrichten daadwerkelijk op te warmen. En twee, um, te oefenen met de beweging die je gaat doen. Uh, maar dat oefenen wil je wel met een lichter gewicht doen. Dus stel je voor je gaat 100 kilo bench pressen. Dan ga je ook niet met 100 kilo opwarmen. Dat doe je dan bijvoorbeeld eerst met een lege stang. Dan met 60 kilo. Dan met 80 kilo. En dan ga je naar 100 kilo. Um, aangezien de pull-up voor de meeste mensen gewoon op lichaamsgewicht al zo zwaar is, is het dus niet een ideale oefening om mee op te warmen. Maar als jij gemakkelijk uh, 30 pull-ups kan en een pull-up is voor jou pas zwaar als je er gewicht aan ge gaat toevoegen, nou, dan kun je het wel als warming-up oefening gebruiken. Dus ik hoop uh, dat je daar wat aan hebt. Voel je er vooral niet rot over als een pull-up heel erg zwaar voor je is en het lukt niet goed om daar Nette repetities van te doen. Dat is voor heel veel mensen een mega zware oefening. En natuurlijk, wanneer je zwaar bent, moet je ook meer gewicht uh, tillen. Um, Oké, okay. de volgende vraag is van Robby. Uh, Robby vraagt: Hey, ik ben 49 jaar. Uh, krijg ik het weer zoals toen ik 30 was? Nou, Robby, goed nieuws. Um, het is namelijk zo dat ook op je 49ste, of op je. De zestigste, zelfs op je zeventigste, dat je echt fantastische progressie kunt boeken. Er zijn hele mooie onderzoeken die zelfs laten zien dat de spiergroei uh, van 70-jarigen heel vergelijkbaar is met de spiergroei van 30 of 40-jarigen, wanneer ze hetzelfde trainingsprogramma doen. Um, wat wel een hele grote factor is wanneer mensen ouder worden. Nou, uh, één, op, een gegeven, op een bepaalde leeftijd neemt de... Uh, Testosteronproductie als man neemt langzaam af. Uh, maar die invloed is ja, echt pas later en niet zo heel erg groot. Uh, uh, het zijn niet zo grote sprongen. Daarnaast worden je weefsels minder elastisch. Dus uh, je zult misschien iets sneller irritaties krijgen. of iets meer herstelcapaciteit nodig hebben bij de training. Dat is iets om rekening mee te houden. Maar wat vooral een hele grote invloed heeft, waarom er de, de vaak. Mensen op hun 50ste minder fit zijn dan op hun 30ste is namelijk niet leeftijd, maar leefstijl. Uh, dus de belangrijkste reden waarom mensen nou, uh, op hun 30ste veel minder fit zijn dan op hun 20ste, op hun 40ste minder fit zijn dan op hun 30ste, is verwaarlozing. Het is omdat ze meer alcohol drinken, meer stress hebben, minder slapen, uh, drukke baan, weinig sporten. En daardoor gaan ze fysiek achteruit. En um, dat is misschien confronterend. Maar het goede nieuws daarvan is. Leefstijl, dat heb je onder controle. Leeftijd kun je niks aan doen, maar leefstijl wel. En leefstijl heeft dus een gigantische invloed op. Nou, hoe fit je bent, hoe sterk je bent. Hoeveel spiermassa je hebt. En uh, nou, hoe lekker je in je vel zit. Dus ik zou vooral kijken naar. Uh, gewoon de dingen doen die werken. En namelijk goed trainen goed eten, goed slapen en uh, dat consistent doen. En dan zul je waarschijnlijk nou, net zo fit of misschien zelfs nog fitter kunnen zijn dan toen je dertig was, tenzij je op je dertigste een prof-atleet was. <laughs> dat uh, wil je misschien niet meer uh, herhalen uh, om zo gedisciplineerd ermee bezig te zijn. Dus het is ook een kwestie van wat wil je nu uit het leven halen? En als je op je dertigste... Of op je stel eventjes op je twintigste was je super fit. Maar toen had je ook geen werk. Had je geen kinderen. Geen verantwoordelijkheden. Kon je zes dagen in de week. Twee uur per dag in de gym zijn. En altijd je eigen maaltijden koken. Uh, en was dat allemaal geen probleem. En ging je nooit uit eten. Ja, waarschijnlijk wil je die leefstijl niet eens meer nu. Want je gezin is belangrijk voor je. Je werk is belangrijk voor je. Uh, dus ja, dat, dat wil je ook wel meenemen in je overweging. Maar. Wij hebben heel veel leden van boven de 50, boven de 60, die echt fantastische transformaties neerzetten. Fitter zijn dan ooit. Uh, dus uh, dat kan jij ook. Oké, okay. uh, John Nou93 vraagt: Hoe ziet jouw eigen ideale training eruit? Is dat voor of na je werk en hoe vaak per week? Nou, momenteel train ik na mijn werk. Uh, dus ik, ik sta uh, rond 5 à 6 uur op, s morgens. Uh, ik begin met werk rond 6 à 7. En uh, dan probeer ik, en dit is pas een recente ontwikkeling, want ik moet zeggen, tot voor kort werkte ik vaak s'avonds nog door. Uh, maar ik probeer nu uh, dan rond vier uur af te ronden. Dan ga ik rustig naar de gym. En dan ga ik daarna eten en ontspannen. Um, dat vind ik een fijne routine, maar voor sommige mensen is het juist ideaal om voor het werk te gaan. Uh, ik zou vooral kijken naar wat is voor jou makkelijk consistent toe te passen, wat past goed bij jouw dagelijkse ritme en wat zorgt ervoor dat het hele proces makkelijker vol te houden wordt voor jou. En dat kan dus heel anders zijn dan mijn ritme. Um, ja, ik hoop dat je daar wat aan hebt. Even kijken. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond tot mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. De volgende vraag is Dirk Hamers uh, 2020. Hij vraagt hoe krijg ik het laatste buikspek weg. Um, nou, Dirk, uh, dat uh, is een vraag waarbij waar veel mensen uh, voor bij ons aankloppen. Uh, dus daar kan ik je wel degelijk in adviseren. Eigenlijk is het proces hetzelfde voor het laatste beetje buikspek, als voor het eerste beetje buikspek. Maar je lichaam is wel uh, veranderd. Dus dat betekent dat je misschien wel ook de uh, voeding of de training daar wat op moet aanpassen. Ik zal het even uitleggen. Dus wat we willen doen om vet te verliezen, is een calorietekort creëren. Dus minder calorieën consumeren dan je verbrandt. Uh, ik ga er even vanuit dat dit een bekend concept is. Nou, wat nog meer belangrijk is, is dat we krachttraining doen, voldoende eiwitten binnenkrijgen en voldoende slapen om ervoor te zorgen dat je je spiermassa niet verliest. Dus wanneer we de spiermassa niet verliezen en je valt wel af door het calorietekort, nou wat verliezen je dan? Vet. Uh, dus dat is eigenlijk uh, de essentie van het proces. En dat is hetzelfde wanneer jij uh, 30% lichaamsvet hebt als wanneer je 15% lichaamsvet hebt. Maar wat wel veranderd kan zijn, is dat jouw totale calorieverbranding nu een stuk lager is dan toen je 30% vet had ik, ik weet niet of Dirk dat had hoor, maar eh, ik leg het eventjes zo uit. Dus je valt af, um, je hebt, zit een langere tijd in een calorietekort en daardoor wordt je verbranding ook lager. Dus gaandeweg zul je of minder moeten eten qua calorieën, niet qua wat je op je bord hebt, maar uh, minder calorieën moeten consumeren, of meer moeten bewegen of een combinatie van die twee om ervoor te zorgen dat je progressie blijft boeken. Dus als je nu niet vooruit gaat. Als je nu niet meer vet verliest en je lichaamsgewicht blijft stabiel, dan betekent dat dat je niet meer in een calorietekort zit. En dan is dat dus hetgene wat ik als eerste zou adresseren om uh, meer progressie te boeken. Oké, okay, de volgende vraag is van uh, Sam Anneveld, denk ik. Uh, sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Zijn vraag is: Wat kan je doen als je bezig bent met afvallen, maar snel duizelig slash laag in energie komt? Nou, allereerst wil ik zeggen uh, dat um, je als de klachten ernstig zijn het beste even een bloedtest uh, kunt doen of een check bij de huisarts. Uh, ik ben geen medisch specialist, um, dus ik zou dat als eerst doen om uit te sluiten dat er iets, uh, dat er een tekort is of iets anders aan de hand waardoor je die duizeligheid ervaart. Nou, dus voor de rest van het antwoord ga ik er even van uit. Dat je dat gecheckt hebt en dat er dus dat alles in orde is. Dat je bloedwaardes oké okay zijn. Nou, als dat het geval is, dan is het goed om bewust te zijn dat die, uh, dat die uh, lage energie hoogstwaarschijnlijk vooral een psychologisch effect is, vooral een mentaal effect. Uit onderzoek blijkt namelijk dat als mensen niet doorhebben dat ze in een calorietekort zitten, dat, dat doen die onderzoekers dan. Uh, door slim de calorieinname van bepaalde producten te manipuleren. Um, als mensen niet doorhebben dat ze in een calorietekort zitten, dan ervaren ze ook niet of nauwelijks uh, negatieve effecten in hun welzijn, dus in hun mentale humeur, in hun uh, cognitieve prestaties, hoe scherp ze zijn, en ook niet in hun fysieke uh, prestaties of in hun slaapkwaliteit. Over het algemeen, als we kijken naar de gezondheidsmarkers van mensen die afvallen of droog trainen, worden die alleen maar beter. Maar toch is het zo, en dan denk je misschien ja, maar wat fuck, ik, ik ben toch echt laag in energie. Uh, ja, dat voel je ook en dat voelen heel veel mensen en ik heb dat zelf ook heel vaak ervaren. Maar wat blijkt, dat is dus vooral een mentaal effect. En uh, het zou heel goed kunnen dat het placebo of het nocebo-effect hier uh, aan ten grondslag ligt. Wat dat inhoudt, is dat als we verwachten dat we laag in energie zullen zijn, omdat we het gevoel hebben van ja, ik ben aan het diëten, ik zit in een calorietekort en ik voel me beperkt in mijn voeding, omdat we dus verwachten uh, dat het lichaam en, en de energie op een bepaalde manier zal reageren, ervaren we dat ook. Dus het is eigenlijk een self-fulfilling uh, pro, uh, prophecy. En dat is heel goed om er bewust van te zijn. Want als je jezelf, als je dus die overtuiging kunt tackelen. En uh, bewust bent van het feit dat je eigenlijk alleen maar gezonder wordt tot op een bepaald punt. Hè, even extreme diëten daar gelaten, waarbij je echt onder je essentiële lichaamsvet levels komt. Dus noem even bodybuilders en fitness. Modellen en zo, uh, die heel extreem laag gaan. Nou, dat is even daar gelaten. Maar in de meeste gevallen, voor de meeste mensen, die gaan niet zo laag. gaat de gezondheid er alleen maar op vooruit. Um, dus als je daar bewust van bent en niet focust op: oh, ik ben zo beperkt, oh, ik, ik krijg zo weinig energie binnen. En uh, wat daar denk ik ook een hele belangrijke factor bij is, is dat je slimme keuzes maakt in je voeding, zodat je niet zoveel last hebt van honger. Als dus je de hele dag last hebt van honger, dan heeft dat natuurlijk ook effect op jouw psychologische welzijn. En daarmee kan dat ook effect hebben op hoeveel energie je ervaart. Um, nou, als je er bewust van bent dat het waarschijnlijk tussen je oren zit, <laughs> dan uh, zal het effect mogelijk ook minder sterk zijn. Dus om je een concreet antwoord te geven. Probeer dat te onthouden. Eerst bloedtest. Wees er bewust van dat het waarschijnlijk, als je bloedtests allemaal oké okay, okay zijn, dat het waarschijnlijk een psychologisch effect is. En uh, zorg ervoor dat je honger vermindert uh, door slimme keuzes te maken in je voeding. Dus veel groentes, veel fruit, dingen die weinig calorieën bevatten voor hoeveel eten het is. Zodat je een gevulde maag hebt, zodat je altijd plezier hebt in het eten, zodat je je niet beperkt voelt. En dan gewoon je dag tackelen zoals je dat altijd doet. Um, Ruben van der Heijden vraagt: Wat gebeurt er als je te weinig water drinkt en wel creatine gebruikt? Nou, um, te weinig water is uh, een omstreden onderwerp. Uh, het is namelijk zo dat jouw vochtretentie, dus de hoeveelheid vocht die we vasthouden, de balans tussen. Sodium en vochtretentie. Ze wordt best wel heel nauw gereguleerd in het lichaam. En ook de trigger om water te drinken is dus best wel accuraat. Om het verhaal wat minder complex te maken: als jij drinkt wanneer je dorst hebt, dan zul je waarschijnlijk voldoende water binnenkrijgen. Als jij het type bent uh, dat, ondanks dat je dorst hebt, de hele dag geen water drinkt en dus merkt je kop aan krijgt, dat je gedehydrateerd bent, dat je niet na het opstaan water gaat drinken, maar pas aan het einde van de dag denkt opeens van, hé, hey, fuck, ik heb nog helemaal niks gedronken. Oké, okay. dat is een uitzondering, maar als je die persoon bent, uh, ja, dan uh, zou ik proberen om wat meer water te drinken. Maar in de meeste gevallen, als je gewoon water drinkt, als je dorst hebt, dan gaat dat goed, of in ieder geval niet heel erg fout. Um, ik ben niet op de hoogte van onderzoeken uh, naar uh, creatine bij mensen die gedehydrateerd zijn. Maar gedehydrateerd zijn is dus best wel... Ja, uh, dat merk je wel als dat gebeurt, maar... En het, het is niet dat het niet kan gebeuren, hoor. Het gebeurt wel degelijk, als je bijvoorbeeld heel veel zweet, heel veel sport en heel weinig drinkt. Maar de me, uh, het advies is dus vooral om gewoon te drinken als je doorstapt. En dan zal creatine voor jou net zo werken als voor andere mensen. Um, Oké. Okay. De volgende vraag is van Natas DL23. Heeft het hormoonhuishouden van een vrouw invloed op kracht en of eetbijen? Dat is een heel complex onderwerp en ik vrees dat ik je daar niet een heel erg doorslaggevend antwoord in kan geven. Het is namelijk zo dat um, als we... Uh, ik, heb, ik heb dit ook nog eventjes extra opgezocht voor de podcast, maar zover ik kon vinden als we naar het geheel van de onderzoeken, naar fysieke prestaties kijken, uh, in relatie tot de hormonale cyclus van de vrouw, dan is er eigenlijk geen sterk effect zichtbaar. Dus dat noemt men dan een meta-analyse, dat is eigenlijk een soort uh, onderzoek waarbij ze heel veel studies bij elkaar zoeken, op een stapel gooien en dan statistische trucjes gaan uithalen om een soort lessen te leren uit al die onderzoeken bij elkaar. En dan vinden ze dus eigenlijk geen uh, sterk, uh, sterke relatie tussen kracht, uh, prestaties, fysieke prestaties en de hormonale cyclus. Maar dat betekent niet dat die relatie er niet is. Dat uh, betekent alleen dat het op het gemiddelde het niet sterk zichtbaar is. Maar er zijn natuurlijk hele grote individuele verschillen. Um, dus. Om je antwoord te geven op die kracht en die prestaties, zou ik vooral. Uh, uh, Proberen om misschien met een dagboekje bij te houden hoe het voor jou uh, werkt. Um, en of je merkt dat je prestaties uh, en je trainingen veel soepeler voelen in een bepaald gedeelte van de cyclus. En um, voor veel, uh, wat ik ook las is dat voor veel mensen die veel klachten ervaren rondom de menstruatie, dat daarmee ook de prestaties rondom die tijd uh, verminderd werden, omdat uh, ze dan uh, bijvoorbeeld niet gingen trainen. Dus dat kan ik me natuurlijk heel goed voorstellen. Uh, grote individuele verschillen, lang verhaal kort. Zoekt voor jezelf uit uh, wat voor jou daar prettig in werkt en welke periodes van de maand uh, voor jou de beste prestaties opleveren. En met betrekking tot eetbuien: ja, eetbuien zijn een heel erg uh, complex onderwerp, niet uh, alleen hormonale uh, fluctuaties hebben daar grote invloed op, um, qua de cyclus, maar ook. Uh, hormonen die gekoppeld zijn aan slaapkwaliteit uh, de, um, en een heel erg groot uh, psychologisch effect. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar eetbuien of cravings die uh, vrouwen hebben bij uh, de zwangerschap, dan uh, is daar iets grappigs zichtbaar wanneer we uh, naar verschillende uh, culturen en bevolkingsgebieden kijken. Dus de cravings die uh, vrouwen Amerikaanse vrouwen ervaren is vaak naar. Uh, um, een chocola bijvoorbeeld uh, en als we dat vergelijken met uh, Japanse vrouwen uh, rond de zwangerschap uh, um, dan is dat vooral naar rijst <laughs> en uh, waarom ik het, waarom ik het of interessant vind is dat uh, dat dus laat zien dat er een heel sterk cultureel en dus een heel sterk psychologisch uh, component zit met waar we cravings naar hebben en wanneer we dat hebben Um, dus eetbuien relatie met het hormoonhuishouden ja, waarschijnlijk wel uh, maar ook met heel veel andere dingen die ook een hele grote invloed hebben uh, dus ik zou niet zeggen van oh ja, oké okay, ik ben machteloos, want mijn hormoonhuishouding uh, is uh, zoals die is uh, en meer kijken naar oké, okay, wat kan ik op psychologisch vlak doen en hoe ik mijn omgeving inricht en uh, zorgen dat ik uh, nou, gezonde voeding in huis heb. Dat dat makkelijk voorhanden is. Zodat ik nou, slimmere keuzes maak op de momenten dat ik het het moeilijkst vind. Um, dan gaan we voor nu door naar de volgende vraag. Maar het is echt een vraag. Ja, het is misschien een beetje een oppervlakkig antwoord. Maar een vraag die een eigen podcast verdient. Om er dieper op in te gaan. Uh, cravings, eetbuien. Uh, en dat soort zaken gaan we zeker in de toekomst meer bespreken. Um, Oké, okay, de volgende vraag. JJ Call 4357. Als je lange tijd full body doet, kan je deze afwisselen met af en toe trainen met machines in combinatie. Uh, ik snap de vraag niet zo goed. Dat spijt me. Dus misschien zou je kunnen volgende keer de vraag nog een keer kunnen stellen en iets duidelijker kunnen maken. Sorry als ik hem uh, niet goed uh, begrijp, maar ik neem aan. Ja, Full Body doet, kan je deze afwisselen met af en toe trainen met machines in combinatie? Sorry, ik, ik snap de vraag uh, niet zo goed. Dus zou je hem volgende keer nog een keer willen insturen, misschien anders willen formuleren, dan zal ik hem zeker beantwoorden. Oké, okay. um, hoe kom ik van buikvet af? Hebben we net besproken. Uh, dit is uh, de vraag van Noora Yastara, uh, Yastare. Uh, bedankt voor je vraag, uh, Noora. Ik hoop dat je uh, uh, het antwoord op de vraag van Dirk Hamers uh, waardevol vond. Oké. Okay. Um, Nienke Kolk Hoekstra. Waar bestaat een goede full body uit voor vrouwen? Goeie vraag, Nienke. Uh, leuk. Um, een goede full body voor vrouwen. Nou, in de vraag zit dus een soort. zit eigenlijk een uh, verwachting of een bepaalde overtuiging. namelijk dat de vereisten voor een goede training voor vrouwen. anders zijn dan de vereisten voor een goede training voor mannen. En dit is niet. Uh, per definitie het geval. Het hangt namelijk heel erg vanaf hoe deze vrouw in elkaar zit, uh, hoe deze man in elkaar zit en wat de doelstellingen zijn, wat de voorkeuren zijn. Dus als de vrouw en de man allebei heel graag hun schouders en hun armen uh, het meeste willen laten groeien, nou, dan zullen in beide programma's die schouders en die armen prioriteit krijgen. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat een vrouw misschien meer nadruk wil leggen, uh, maar echt niet alle vrouwen zullen uh, dat hebben, maar sommige vrouwen willen misschien, en sommige mannen willen mis dat misschien ook wel, meer nadruk leggen op de benen, uh, de billen, zeg maar de bovenbenen, de hamstrings, de billen, uh, en um, dan geven we die oefeningen meer prioriteit. Dus het is vooral kijken naar wie is het individu, wat zijn nou de voorkeuren? Wat is het trainingsniveau? Wat is de belastbaarheid? En hoe sluiten we daar een goed programma op aan? Waar je mee zou kunnen beginnen als je relatief beginnend bent, is een full body programma waarbij je uh, drie keer in de week alle spiergroepen traint. En die doe je dan drie of vier sets per spiergroep. Dus je doet één oefening, bijvoorbeeld uh, uh, voor je bovenbenen doe je dan maandag een leg press, op woensdag een split squat en op vrijdag een leg extension. Doe je ze allemaal drie of vier sets. En zo doe je dat voor elke spiergroep. Dat zou een goede uh, plek zijn om uh, te beginnen. En vervolgens wil je natuurlijk kijken: hey, hoe bevalt dit? Hoe goed ga je vooruit? En dan eventuele aanpassingen maken. Um, als jij voorkeur hebt voor een bepaalde spiergroep, dan zou ik aanraden om die spiergroep vooraan in je trainingssessie te doen. Dan ben je nog fris, dan ben je nog sterk. Uh, dan zul uh, je meer vooruit gaan op die oefening en die spiergroep dan wanneer je hem als laatste in je training doet. Uh, dus uh, heb je bijvoorbeeld voorkeur voor je armen en je schouders, doe die dan vooraan in je training. Heb je voorkeur voor je um, uh, benen, dan doe je die vooraan in je training. De volgende vraag is van Jeroen Brunsting: Hij vraagt aspartaan ja of nee? Um, Jeroen, goede vraag. Thanks voor het insturen. Uh, voor zover ik op de hoogte ben van de research. Omstreden onderwerp. Um, maar voor zover ik op de hoogte ben van de research... rondom aspartaam en ook uh, sucralose... een andere zoetstof die veel wordt gebruikt... Uh, wor worden er potentiële negatieve effecten gevonden... bij extreem exorbitant hoge dosissen. Dosissen die je nooit van je leven... Binnen zou kunnen krijgen. Dus dan hebben we het over de hoeveelheid uh, non-caloric sweetener, dus aspartame of sucroloos, die in 10.000 <laughs> uh, blikjes cola zit of zo. En dan moet je dat dus in een korte tijd consumeren. Gaat gewoon niet. Uh, ik weet de exacte cijfers niet, uh, maar ik, regelmatig komt hier weer uh, controversiële uh, weet je, artikelen over omhoog. Maar uh, voor zover ik weet is de wetenschappelijke consensus tot op heden dat uh, het veilig is tot echt extreem hoge dosissen die onrealistisch onre zijn om te consumeren. Wil je het zekere, voor het, het zekere voor het onzekere weten? Nou, dan vermijd je ze. Sowieso uh, raad ik in de meeste gevallen aan het grootste gedeelte van je voeding uit onbewerkte uh, whole foods te halen. Uh, die zijn vaak voedzamer, die zijn vaak vullender. Uh, daardoor is het makkelijker om je dieet vol te houden, makkelijker om je macro en micronutriënten binnen te krijgen in een goede verdeling. Uh, dus uh, nou, als je dat doet, 80-90 van je voeding uit uh, unprocessed whole foods, dan nou ja, zit je waarschijnlijk goed. En als er dan nog een beetje aspartaan of uh, sucrloos binnenkomt, dan uh, is er waarschijnlijk helemaal niks aan de hand. Oké, okay. wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Het ligt waarschijnlijk niet aan jou, maar het ligt aan het plan dat je volgt. Je kunt wel hard je best doen, maar als het plan niet effectief of duurzaam is, zul je geheid falen en je motivatie verliezen. Wij helpen mensen zoals jij het plateau doorbreken en transformeren in twaalf weken. Als je het zat bent om veel moeite te stoppen in weinig resultaat, meld je dan aan voor een vrijblijvende kennismaking via onze website www.projectijzersterk.nl. Terug naar de podcast. Cardio voor of na de krachttraining, vraagt Jill Reulen. Uh, heel erg afhankelijk van wat je doelstelling is. Uh, dus zoals ik net zei, hetgene wat je eerst doet in je, in je training gaat waarschijnlijk het beste. Uh, dus uh, als je begint met cardio gaat het beter dan als je eindigt met cardio. Uh, maar dit soort details maken echt alleen uit als jij een extreem hoog niveau wilt bereiken. Dus voor de meeste mensen maakt de exacte timing van de voeding of de exacte timing van de training... of je s'morgens traint of s'middags... Het maakt wel uit, er is een verschil. Maar dit verschil is alleen relevant voor de mensen die zo consistent zijn... dat het überhaupt meetbaar is. En dan is het alsnog een heel erg klein effect. Um, in de meeste gevallen, voor de mensen die prioriteit geven aan spiergroei... of krachttoename of fysieke transformatie, zou ik zeggen... oké. Okay, Krachttraining eerst, cardio misschien daarnaast, daarna of op een ander moment. Maar heel groot verschil maakt het waarschijnlijk niet, tenzij je altijd ja, twee of drie uur of jezelf helemaal kapot gaat cardio'en voordat je je krachttraining gaat doen. Dan ga je waarschijnlijk niet zoveel meer uit je krachttraining halen. Dus uh, hebben we het over hele extreme hitsessies of hele lange duursessies voor je krachttraining, nou, dan ga je waarschijnlijk minder goed vooruit op je krachttraining. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Oké, okay. Annemiek Wolf vraagt, begonnen aan een minicut, hoe zorg ik dat ik niet te veel opgebouwde vorm verlies? Uh, goede vraag. Nou, vorm is niet alleen afhankelijk van spiermassa, maar ook van vetmassa. Uh, en als je aan droogtrainen bent, wat zegt minicut, dus dat is eigenlijk een, een korte, uh, agressieve droogtrainfase, um, ja, dan ga je er natuurlijk voor om vet te verliezen. Uh, en je spiermassa niet te verliezen. Nou, spiermassa niet verliezen... dat doen we dus door goede training te doen. Dus training gericht op spiergroei. Uh, afgesteld op het individu. Vaak genoeg, zwaar genoeg, intensief genoeg. Um, en uh, voldoende eiwitten... en een voldoende herstel. Uh, dus dat zit hem in slaap en stressmanagement. Nou, dat geldt uh, in, een, in elke vorm van droog trainen. Um, maar... Ja, als je vet verliest, dan kan dat ook invloed hebben op uh, je vorm, zeg maar. Dus, uh, dus vetopslag op bepaalde gebieden kan natuurlijk ook bijdragen uh, op een positieve manier of, of een negatief effect hebben op de vorm. Dat is heel erg een kwestie van persoonlijke voorkeur. En uh, nou ja, je gaat bij het ga je vet wel verliezen. De spiermassa hoef je niet te verliezen als je het goed doet, dus met de voorgenoemde punten. Uh, Von Tiemens zegt: Geen vraag, wel complimenten voor de interessante podcast. Ik luister ze graag. Heel erg bedankt voor je complimenten en heel erg leuk dat je luistert. Ik hoop dat je ook weer aan deze podcast wat hebt. Volgende vraag is van Werner. Um, die vraagt: Hoe lang zijn er trouwens bijna? Dus uh, voor de mensen die denken: Nou, nog een vraag, nog, uh, nog drie vragen. Uh, Werner vraagt: Hoe lang mag je maximaal kutten, uh, of droog of afvallen of vet verliezen? Uh, ik doe het nu 16 weken, maar wil nog iets droger. Dat is heel erg afhankelijk van hoe die 16 weken zijn ingevuld. Wij hanteren een beetje als uh, ideale termijn 12 weken. Of eigenlijk een beetje als maximaal termijn 12 weken. Maar dan hebben we het wel over 12 weken onafgebroken droogtrainen. Als je bijvoorbeeld een. Een pauze heb gehad in die 16 weken waarin je een aantal weken uh, op onderhoud zat, nou dan is de situatie misschien anders. Maar het hangt ook heel erg vanaf hoe je ervaring is, of je nog uh, ja, gemotiveerd bent en of het proces nog makkelijk verloopt. Als jij nog gemotiveerd bent en je hebt geen last van trek en het gaat allemaal goed en je boekt mooie resultaten, en ja, uh, dan kun je waarschijnlijk nog wel eventjes doorgaan. Uh, maar ik wil er wel voor waarschuwen dat als jij wel merkt dat je motivatie begint te verlagen en wel merkt dat het proces tegen begint te staan, dan zou ik serieus uh, nou, je op het hart willen drukken dat um, de, het, het proces na de droogtrainfase minstens net zo belangrijk is. En uitdagend is als de droogtrainfase zelf. Voor veel mensen is het psychologisch zelfs nog uitdagender om vervolgens je lichaamsgewicht te kunnen onderhouden. Dus als je dat al eerder succesvol hebt gedaan, en je hebt daar geen twijfels over, en je weet precies wat je moet doen, nou, dan heb je uh, minder uh, nou, reden om je druk te maken. Uh, maar als jij uh, nog niet eerder succesvol een onderhoudsfase hebt gedaan na het afvallen, nog niet eerder duurzame resultaten hebt geboekt, dan zou ik eerder aanraden om nou, te stoppen uh, met het afvallen, met het droogtrainen, voordat je motivatie instort. Want die periode daarna is zo. Uitdagend. Je moet opnieuw je balans vinden met je voeding. Je hebt niet meer die duidelijke afbakening van de droogtrainfase met die duidelijke doelstelling. Je ziet niet meer van week tot week je lichaam veranderen, maar je moet wel uh, nog steeds uh, gedisciplineerd en consistent uh, bezig zijn met je training en voeding. Dat is meestal het moment dat mensen de teugels te veel laten vieren, het te moeilijk vinden om hun routine uh, vast te houden. En dat zegt ook wat over zo hoe ze die droogtrainfase hebben ingevuld. Dus vaak zijn mensen heel erg bezig met oké, okay, ik wil naar die finishlijn komen. Ik wil gewoon zoveel kilo afvallen. En ze zijn wat minder bezig met de lange termijn. Uh, onze insteek is altijd, we willen niet alleen vet verliezen, we willen het ook niet meer terugvinden. Dus wat je eigenlijk wil doen tijdens die droogtreinfase is het benaderen als het veranderen van je levensstijl. Niet als een tijdelijke interventie. We willen kijken naar oké, okay, welke uh, gewoontes en maaltijden en uh, welke. Uh, routine en planning kunnen we implementeren die jij uh, oké okay genoeg vindt om die vol te houden op de lange termijn. Dus wees er bewust van, uh, de, het einde van de droogtrainfase is niet de finishlijn. Het gaat niet alleen om van A naar B. Het gaat om hoe blijf ik fit voor de rest van mijn leven. En daarvoor is het soms handig om te stoppen met je droogtrainfase voordat je motivatie vermindert. Oké. Okay. Hoe dan ook, heel veel succes met je fitnessdoelstelling. Um, Meira vraagt wanneer is je doel bereikt? Na twaalf weken kan je dan nog meer vet verliezen? Wanneer is het goed? Nou, um, complexe vraag. Ik heb net gezegd van hey, twaalf weken is een mooie termijn voor een droogtrainingfase. Daarna zou ik in de meeste gevallen aanraden om in ieder geval zes tot acht weken op onderhoud te gaan, dus je lichaamsgewicht stabiel, uh, uh, stabiel maken en uh, ja, eigenlijk te leren hoe je dat doet. Zodat je ook die, die, dat zelfvertrouwen ontwikkelt. Zodat je kunt wennen aan dat lichtere lijf. Zodat je je resultaten duurzaam maakt voor de lange termijn. Mega belangrijk. En daarna zou je eventueel, als je meer vet wilt verliezen... Uh, nog een droogtrainfase kunnen doen. Misschien hoeft die dan geen twaalf weken te zijn. Misschien is zes, acht of tien weken voldoende. Um, maar ik zou dus in ieder geval, in de meeste gevallen, rond een week of twaalf... Aanraden om een onderhoudsfase te implementeren. Um, wanneer het precies goed is, want dat was de laatste vraag. Wanneer is het goed? Dat is echt een persoonlijk voorkeur-ding. Dus dat is afhankelijk van wat jij belangrijk vindt. Vind je het belangrijk om gezond te zijn? Nou, dan is er een beetje een soort ideaal uh, streefgewicht uh, waarop je uh, je het beste voelt en waarop je uh, gezondheidsmarkers het beste zijn. Uh, en gaat het om hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet... nou, dat is echt een kwestie van persoonlijke voorkeur. Dus dat kan ik je niet uh, vertellen. Uh, dat zul je jezelf moeten vragen. Um, dan de laatste, allerlaatste vraag voor vandaag. En uh, dan vond ik het echt weer superleuk. Uh, sowieso wil ik iedereen nogmaals bedanken... voor het insturen van de vragen... Uh, en voor het luisteren naar de podcast. Dus de laatste vraag die we gaan doen... Uh, Marianne uh, Breising, die vraagt... Uh, krachttraining na je 50ste of 60ste... Do's en don'ts. Wat zijn de do's en don'ts? Wat zijn de adviezen? Wat zijn de valkuilen waar ik op moet letten? Nou, uh, Marianne. Um, een belangrijke uh, ontwikkeling wanneer we ouder worden, is dat dus weefsels uh, minder elastisch worden en dat dus iets meer wilt oppassen uh, met het goed balanceren tussen belasting en belastbaarheid. Het is altijd. Uh, Mogelijk om die belastbaarheid te vergroten door bijvoorbeeld te trainen, door bijvoorbeeld uh, stressmanagement te doen, door bijvoorbeeld goed te slapen en goed te eten. Alleen um, ja, het kan zijn dat je iets minder uh, snel herstelt of iets meer rekening moet houden met meer uh, blessuregevoelige bewegingen. Ja, dat is misschien een beetje een abstract of vaag antwoord. Uh, wat in ieder geval in alle leeftijdscategorieën het geval is, is dat wanneer we opeens veel meer, veel zwaarder, veel sneller of veel langer gaan trainen dan dat je daarvoor hebt gedaan, maakt niet uit of je 20, 30, 40, 50 of 60 jaar bent, als jij opeens abrupte verhoging van je belasting uh, creëert, dan. Is de kans groter dat je blessures uh, zult krijgen? We hebben hier eerder een podcast opgeno over opgenomen. Blessures en krachttraining met Thomas Mulder heette die volgens mij. Luister die even terug, dan gaan we er dieper op in met een expert op dit gebied. Ik ben geen medisch specialist, uh, maar met Thomas werken we bijvoorbeeld uh, vaker samen. En um, nou, hij legt dus ook uit: een, een belangrijke factor is het verschil tussen belasting en belastbaarheid. Dus wil jij krachttrainen nu? Uh, gaan uh, oppakken. Nou, bouw het dan rustig op, zodat je niet een te groot verschil creëert. Niet van de ene op de andere dag tien keer zoveel gaat doen. Uh, dus dat is, een, uh, dat is een belangrijke. En voor de rest uh, gelden eigenlijk dezelfde richtlijnen. Dus we willen uh, lekker actief zijn, maar voldoende herstellen. Uh, dus voldoende ontspanning, voldoende slaap, 7 tot 9 uur per nacht. Voldoende eiwitten, voornamelijk. Onbewerkte uh, voeding. Um, en uh, natuurlijk. Uh, ja, voorzichtig opbouwen in de gym. Dus heb je dat een tijd niet gedaan. Of wil je dat meer gaan doen? Uh, bouw het rustig op. Uh, laat je adviseren. Heb je weinig ervaring met krachttraining? Uh, laat je dan adviseren door een professional. Vraag om hulp. Uh, zijn er uh, pijntjes of blessures? Zijn er dingen waar je last van hebt? Ga naar de fysio en vraag een specialist om advies. En, um, ...en probeer vooral te genieten van het proces. Ik, meer duidelijkheid kan ik je helaas niet geven... ...omdat ik weinig weet van jouw persoonlijke casus... Uh, ...maar dit zijn een aantal van de dingen die in me opkomen. Oké, okay, nogmaals wil ik iedereen bedanken... ...voor jullie uh, toffe vragen, enthousiaste deelname. Het uh, is voor mij altijd een enorme... ...ja, het geeft altijd een enorme boost om de input te zien... ...en ik vond het heel erg leuk om deze onderwerpen met jullie te bespreken... Dus ik hoop dat jij hier ook waarde uit gehaald hebt. En is dat nou het geval? En je volgt ons nog niet op het platform waarop je nu aan het luisteren bent? Klik dan even op die volgknop, zodat je de volgende podcast automatisch ziet verschijnen. En heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.